Hallo allemaal, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlogvideo. Ik ben Bianca, Lisette komt straks in beeld. En deze keer vissen wij vanaf Etang La Chateline. Een nieuw betaalwater van de karpspecialist, waarin de geschiedenis sinds 30 jaar niet meer gevist is. Nu een paar maanden in beeld bij de karpspecialist. Er zijn al een paar prachtige karpers uitgekomen, waaronder een mega mooie volschub. Wij zijn aangekomen hier gisteren tijdens enorm slecht weer. Het regende dat het giet, dus we hebben instant snel de hengels ingeworpen. Helaas nog niets gevangen. We gaan nu goed bodemonderzoek doen met de sonar, voertje maken en eens kijken of we jullie een paar prachtige parels van Chateline mogen laten zien. Stay tuned! Goedemorgen. Ik heb een hele bonbonnetje voor u. Ik heb heerlijke koffie, yoghurt met vruchten. Jam, zelfgemaakt, honing van eigen naam, bruin brood, croissantje en heerlijk flesje melk. Ziet er weer fantastisch uit. Eet smakelijk. Dankjewel, dat gaat wel lukken hiermee. Hoi. Super. Kom maar, Bodie. Oeh, lekker. Zo, prachtige Chateline. Echt een schitterend water. We zijn al even met de boot op het water weten te bekijken. En het is nu zaak om een heel goed voertje te gaan maken waar we weer een vis gaan trekken. Want het water is al 30 jaar niet bevist, dus het exacte bestand is ook zeker niet in kaart. Dus we moeten heel dicht bij de natuur blijven om te zorgen dat we de vissen aan de schubben gaan komen. We hebben gekozen om te beginnen met de Kirby Crown Bait. Alleen maar natuurlijke componenten zitten hier natuurlijk in. Oesters zitten erin, mosselen zitten erin, schelpdieren. Ja, echt helemaal geweldig. Dit hebben we gecombineerd met de Hotfish Boilie. Ook gebaseerd natuurlijk op allerlei natuurlijke voedingscomponenten. De GLM, de bloedworm. De 20 mm boilies hebben we gecrust. De 15 mm, daar gooien we een aantal losse bollen van bij. Zitten er ook al wat van in. Dit heb ik gemengd met de particle mix. Mag ook zeker niet ontbreken. Toch nog wat extra hennep toegevoegd. Want ja, hennep is natuurlijk eigenlijk goed voor alle vissen. En daar waar de witvis is, is de karper waarschijnlijk ook. Om de attractie nog wat groter te maken, hebben we de Evolution Oil erbij gevoegd. De Robin Red. Heerlijke. En we hebben hem afgemaakt met de hotfish. En dat met elkaar maakt dat wat mij betreft we een perfect basisvoertje hebben om de karper te gaan strikken. Even kijken, ik sta hier nu met Harm. Goeiedag. Heel leuk om even uit te leggen dat het water hier ontspringt vanuit de eigen grond. Dus dat ze hier een eigen bron hebben. Ja, dat klopt inderdaad. We hebben onze eigen watertoevoer. We hebben een wel in de grond zitten. En doordat we door een ader zijn geboord, blijft het water hier maar de lucht in komen. En dat komt uit deze slang. Deze slang is puur schoon La Chateline water, zo heet het water ook. Het is echt gebotteld op deze grond en nu krijgt het van ons in een fles op de stek. Dus dat is water wat je ook kan drinken? Ja, dit is zuiverd water, bestaat er niet. Hier zitten geen toevoegingen van zout, chloor bij. Dit is echt puur uit de grond. Geweldig. Ja, en we proberen mensen kennis te maken met, schoon drinkwater en met alle pure producten uit deze omgeving. Super, goed bezig. Dankjewel. Misschien ook wel leuk om te vertellen
wat er aan de hand is met deze bovenstammen. Ja, dit worden uiteindelijk de picknicktafels. Maar deze bomen die waren gegroeid en die waren 25 meter hoog. En aangezien hier de hele moestuin komt, moesten die bomen eraf. En vroeg of laat gaat het tegen zitten, dus we hebben gezegd, we halen ze meteen af. En we konden dat hout heel goed gebruiken voor de renovatie en voor de aanbouw van de natuurcottage. Dus we hebben van de winter hebben deze bomen gezaagd en deze zijn verwerkt tot plankenhout. En die zitten nu als schoeisel tegen de hutten aan. Geweldig. Dus ja. Duurzaam. Duurzamer hout. Ja. En van eigen grond. Ja, het is eigenlijk gewoon uniek dat we dit kunnen verwerken tot een mooi eindproduct. Leuk om te weten. Goedemorgen. Hey, je wil het niet geloven, maar we hebben eindelijk vis. En de vis is bij Audrey en Tim. Ik ben onderweg naar ze toe. Je ziet, het is nog super vroeg. Ze hebben de eerste vis van het water gevangen voor deze week. Dus die gaan we gauw in beeld brengen. Zo, hier zijn we. Je ziet, het is nog hartstikke mistig over het water. Dus het is hartstikke vroeg. Kijk eens, de hond kon me al begroeten. En... hier moet blijdschap zijn volgens mij. Je ziet Tim hier achter mij. Jij de eerste vis, hè? Ja, een hele mooie, zegt hij. Nou, we zijn natuurlijk super benieuwd, Tim. We gaan gauw even naar je vis kijken. Nou, even kijken, Tim, wat voor moois het is, hè? Ja, de eerste. De eerste karper van deze week op het Tang de la Chateline. Lekker, Jolt. Ja, ze zijn nu wel heel sterk. Hoor je het al merken dat ze nooit gevangen zijn. Schitterend, Tim. Ja, zo met een mooie zonnetje erbij. Prachtige locatie zo. Hey, en waar heb je hem op gevangen, Tim? Op mais. Super. Dat is heel oldschool. Klein beetje mais, klein beetje hennep. Dat is wel genoeg. Mooi. Prachtig moment. De vis die mag weer terug het water in. Mooie etam weer in. Schitterend. Daar gaat hij. Kijk eens. Oh, gelijk het diep in. Ik zie je heel blij hoofd in. Ja, heel blij en heel opgelucht. Goed zo. Heerlijk, fris gedoucht even in het mooie château. Echt perfect, sanitaire voorzieningen daar. Mooie douche waar je lekker even weer helemaal fris kunt worden. Ja, en dan de lunch meegenomen in plaats van dat hij op de stek gebracht werd. En met dit uitzicht hier genieten. Het is echt fantastisch.
Zo. Ik ben weer op weg naar Audrey en Tim. Want Audrey belde net dat ze vis hadden daar. De tweede karpel voor hun deze week. Het schijnt een mooie spiegel te zijn, dus ja, ik ben heel erg benieuwd. En ja, we gaan het zo gauw op de film zetten. Zo. Tim haalt de vis uit het water. Die heeft net een 13 kilo spiegel gevangen op het prachtige Chateline. Ik ben super benieuwd. Eens even kijken hoe... ja, wat voor pareltje er dit keer uitkomt. Echt een hele mooie vis. Hey Tim, we zitten op 3 stekken te vissen. Ja. Jij bent de enige die al 2 vissen hebt, dus je mag daar super trots op zijn natuurlijk. Maar vertel het geheim van de smid is. Het geheim van de smid, heel simpel, gewoon met mais. Gewoon klein, vissen, mais, natuurlijk aas. En zit je op diepte vissen of juist om? Diep water, lekker in de zon. Kijk. Daar komen ze toch op af. Volgens mij heb ik dan al een gevoel waar je aan het vissen bent. Als ik deze kant op wijs, zit ik dan goed? Ja, klopt. Mooi zo. Geweldig. Ik zou zeggen, veel succes. Ja, dankjewel. En op naar de volgende. We zien elkaar weer, hopelijk. Zo hoorden jullie dat net, die geluiden van het wild. Het is nu weer in de verte te horen. We hadden net een stukje voor jullie opgenomen. Maar er is sprake van bronsttijd, als ik het goed zeg. Ik ben natuurlijk geen wilddeskundige. Maar de reebokken, die schreeuwen dan een soort van oerlokroep naar de vrouwtjes. Ja, dat hoor je hier echt de hele nacht van alle kanten. Het is een uniek geluid dat ik zelf nog nooit zoveel gehoord heb. Ja, hier op Chateline is heel veel wild, omdat het eromheen vol en dicht bebost is. We hebben al everzwijnen gezien, reeën gezien. Wim op stek 2 heeft oog in oog gestaan met een edelhert. Enorm veel ijsvogeltjes. Ik heb echt nog nooit zoveel ijsvogeltjes gezien. Het is echt jammer dat ze moeilijk vast te leggen zijn op camera, maar prachtige vogeltjes. Ja, een mooie plek voor natuurliefhebbers. En nou weer verder slapen. Onze laatste nacht van de karpenvisvakantie op Etang La Chateline gaat in. We hebben helaas nog geen vis op de kant. Blijkt toch een taaie week te zijn. Helder water, volle maan, temperatuurwisselingen. De vis ligt niet echt in onze sector. Het voer van dagen geleden ligt er nog. Inclusief de hennep, dus helaas pech. Verkassen is geen optie omdat elke stek bezet is. Maar gelukkig op stek 1... hebben Tim en Audrey een schub en een spiegelkarper gevangen. Dus we hebben jullie toch een paar parels van Etang La Chateline mogen tonen. Verder hebben we genoten vanochtend van de drone. De zon die achter mij opkwam
met de mooie stralen over het water scheen. Ja, dat is gewoon prachtig en ja, die willen we jullie graag laten zien. Fingers crossed voor de laatste nacht. Wie weet komt er nog een mooie vis uit. Die zullen we dan laten zien en ja, anders. Het hoort er gewoon bij. Soms moet het slecht gaan om het goede weer te waarderen. Ja, en Blanke hoort nou eenmaal bij vissen. Maar goed, het is nog niet over. We laten jullie nu graag de droombeelden zien, zodat jullie mee mogen genieten van de prachtige natuurschoon wat Etang La Chateline te bieden heeft. Geniet ervan. Een leuk weetje van Etang La Chateline is dat deze beschoeiing voor de natuurkottetjes afkomstig is van bomen die gekapt zijn op het domein zelf. De mannen hebben de bomen gekapt, naar de houtzagerij gebracht en deze planken sieren nu de kottetjes. Hetzelfde geldt voor de stenen die rondom de stek zijn aangelegd. Ook die zijn afkomstig van het domein zelf. Ze zijn erop gestuit toen ze de natuurkottetjes aan het uitgraven waren. Op deze manier wilde familie Gnodde een groene afdruk achterlaten op de aarde. En daar is het hele concept van Etang La Chateline op gebaseerd. To leave a green footprint. Goed bezig! Zo, goedemorgen. De laatste nacht heeft voor ons geen vis opgeleverd. Maar ik heb goed nieuws. Op stek 1 heeft Tim en Audrey hebben samen een mooie spiegelkarper gevangen. En hij is van goed gewicht, hebben we gehoord. Dus we lopen er snel naartoe om deze voor jullie op de video vast te leggen. Stay tuned! Prachtig jongen, gefeliciteerd. Prachtig. Dankjewel. En wat weegt deze kanje van de spiegel? 19,2 kilo. Zo lekker zeg. Kijk die kop op. Mega die kop, echt. Hey! Pusje erop hè. Dan mag mijn vriendin niet meer kussen, dat wil ik niet. Dat moet je niet, dat moet je het zeker niet doen. Je moet prioriteit stellen. Top. Ik ook samen dacht, ja, dat is gewoon een kans, die krijg je niet zo vaak. Nee. Dus ik denk, ja, daar moet ik gewoon toe. Ja. Dat moet gewoon, ik moet daarheen. Echt geboekt. Geen, ja, geboekt en zeker geen spijt van. Nee? Nee, zeker geen spijt van. Het is gewoon alleen om hier de hele week te zitten, is al gewoon vakantie op en top sowieso. En alles wat ze dan bijvangen, dat is gewoon, dat is gewoon mooi meegenomen. Ja. En vandaag, of gisteravond, hebben jullie heel dichtbij een hert moeten horen. Klopt. Ja, die stond naast mijn... Klopt. Ja. Was, ik verschoot me blauw. Maar die verplaatst is van jou? Bij ons achterlangs. Langs. Ja, dat klopt. Die kant op. Ja, ja, we hebben hem helemaal gehoord. En hij was ook niet stil. Nee, wat een herrie. Ongelooflijk. En wat varkens, wat een bende. Ik heb geen ogen dicht gedaan met die varkens.
Nou, wij hebben vannacht opnames gemaakt. Hè? Precies, ja? Geluidsopnames hebben gemaakt om in de film te verwerken. Want we waren wakker en het ging te keer. Ja. We echt zeiden van, nou, kijk of we met microfoon dat kunnen pakken. Als Bianca die zei dat. Ja. En nou, dat is gelukt. Ja? Ja, mega leuk. Hij kwam echt achterlangs, ook weer bij jullie vandaan. Ja. En toen is hij bij Stek, zeg maar, achter mij. En toen stond hij in één keer naast me, want dan hoorde ik een... Ja, dat beurlen, dat ging door merg en ben. Wat is dit? En toen hoorde ik hem zo weer weglopen. Ja. En toen is hij zo weer teruggegaan. Ja, doordat hier geen vrouwtjes waren. Ja, dacht ik moet weer terug. Ja, ik moest ook naar een vrouwtje. Ja. Want daar aan de overkant ging het ook weer tekeer. Ja, klopt. Prachtig. Ja, jullie ook, ja. Ja. Daarbij het open stuk. Keihard. Gaaf. Ja. Nou, super. Ja. Bedankt jongens. Ja, jullie ook. Geniet er nog van. Ja, tot de volgende keer. Doei. Etang La Chateline is een aanrader voor de mensen die het vissen in een prachtige natuurlijke omgeving kunnen waarderen. Wij hebben niet eerder in zo'n mooie natuurlijke wilde omgeving gevist. Genieten van vele wild, de wildgeluiden. Prachtig om te zien. Verder neem alsjeblieft de maaltijdservice ter plaatse. Gabriella is een fantastische kokkin en ze maakt maaltijden. Ja, dat is echt genieten. Met een hartstikke leuk Urker tintje. Dus lekkere vis, zelf vis gevangen uit Urk. Gerookte zalm, ja, fantastisch. We hebben ervan genoten. De stekken zijn ruim en bieden allen fantastische privacy. De cottages liggen ook wat verzonken, zodat er ruimte overblijft om het wild te kunnen spotten. En zodat je optimale privacy hebt. De cottages zijn nog niet af, maar we gaan volgend jaar zeker terugkomen om te zien hoe mooi het is geworden. De mannen hier zijn druk bezig om het hele domein om te toveren tot een waar vissers, natuur, outdoor, paradijs voor gezinnen, voor kinderen, voor vissers, fietsers, wandelaars, wildspotters, voor elk wat wils. Kijk eens wat de lunch voor vandaag is op Chateline. Echt niet normaal. Een vers gebakken pizza van de Green Egg. Gabriella verwent ons echt ongelooflijk. Maar dit is mijn favoriete eten, dus ik heb er heel veel zin in en ik ga er lekker van genieten. Zo, het zit er weer op helaas. Onze karpervisvakantie op Etang La Chateline. We hebben genoten van een week vertoeven in de meest prachtige Franse natuur die je maar kunt voorstellen. Zelf niks gevangen, hoort er ook bij. De vis zat helaas niet in onze sector. Gelukkig hebben we vis kunnen laten zien vanaf stek 1. Tim wist een paar prachtige karpers te vangen tot aan de bijna 20 kilo. Pure karpers, ongerept, mooi om te zien, gave bekken, niet eerder gevangen. We hebben alles ingepakt en rijden zo weg, maar we komen zeker terug. In de winter worden hier 200 karpers bijgezet die op dit moment hier in de bassin opgekweekt worden. Dat maakt de visserij alleen maar aantrekkelijker. Verwacht geen actiewater, dat is ook niet de bedoeling. Het zijn mooie vissen, zeldzaam mooi, dus met een kans op een gewichtige uitschieter. De schatting is dat de zwaarste karper rond de 25 kilo zal wegen. Maar wie weet, er is 30 jaar niet gevist, dus er kan van allerlei verrassingen kunnen bovenkomen. Prachtige karpers genieten van de natuur. Natuurliefhebbers komen hier volledig aan hun trekken. Visserij is niet te moeilijk, gewoon wat mais op de heer. Tim vertelde dat hij met een gewone onderlijn viste, 3 maiskorrels, beetje bijvoeren, in de kantjes op zo'n 90 centimeter water. Ah, dan moet het goed komen als de vis op de stek zit. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Geef dan een duimpje omhoog en stel gerust de vragen in de comments. We beantwoorden ze met veel plezier. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Au revoir! Oh ja, en voor ik het vergeet, wij konden natuurlijk geen karpers laten zien. Maar op de website van de karpspecialist in de fotogalerij zijn verschillende parels van karpers te bewonderen. Check de volschub maar eens, de mooi gebouwde schubkarper en de spiegelkarpers die hier al gevangen zijn. Dik 20 kilo, dus zeker de moeite waard.